Hey, hallo. Ik doe vandaag even een kleine update voor de vakantie. Even een stukje over het uploadschema en andere dingetjes. Omdat de zomervakantie staat voor de deur. Tenminste, hier is aankomende vrijdag gaat de zomervakantie in. Ikzelf heb in principe vanuit school al zomervakantie. Maar ik moet wel gewoon de hele zomer aan het werk. Dus ja, ik heb een beetje een soort van werkvakantie. En ik dacht, weet je, ik maak gewoon even een update-filmpje, een beetje een kletsfilmpje. En ondertussen ben ik lekker met mezelf sim in mijn favoriete wereld. Of in mijn favoriete wereld, gewoon met mijn favoriete uitbreiding aan het spelen. Ik dacht, misschien vind je dat wel leuk om een beetje te zien. Terwijl ik ondertussen het, ja, het schoolro of het schoolrooster, het zomerrooster aan jullie ga uitleggen. En ja. Zomervakantie, jongens. Ik heb helemaal nog niet het zomervakantiegevoel of zo, weet je? Het onweer die hier vanochtend nog met keiharde regen. Dus ja, echt een zomervakantiegevoel heb ik helemaal niet. Oh ja, en ik kan wel een beetje schor klinken, want natuurlijk gisteren Nederland-Mexico. En laten we zeggen dat ik flink uit mijn dak ben gegaan toen we wonnen. Het zomerrooster. Nou, in principe, ik moet gewoon de hele zomervakantie werken. Sommige van jullie gaan waarschijnlijk op vakantie, andere niet. Ik heb eigenlijk alleen de weekenden vrij. Die heb ik normaal nooit vrij. Normaal moet ik in het weekend ook altijd werken. Dus het zal een beetje als volgt gaan. Waarschijnlijk blijft alles een beetje hetzelfde zoals jullie gewend zijn. Dus op woensdag komt er een Minecraft-filmpje online. En op zondag waarschijnlijk een Sims-filmpje. Maar omdat het vakantie is en omdat ik niet weet of ik veel achter de computer kom, ja of nee. Want ook ik heb zomaar plotseling leuke dagjes weg of andere leuke dingetjes waardoor ik niet achter de computer zit. Daarnaast, met heel erg warm weer, ga ik ook niet achter de computer zitten. Dat is veel te warm. Zullen er misschien af en toe geen filmpjes online komen? En ik hoop dat jullie daar ook begrip voor hebben. Ik bedoel, ook ik wil een beetje vakantie vieren. Eigenlijk is het opnemen voor mij naast de gewone baantjes die ik heb en ook nog naast mijn opleiding een soort van werk. Ik verdien er niks mee. Ik doe het omdat ik het ontzettend leuk vind om te doen. En omdat jullie het leuk vinden om te kijken. Maar ik vind wel dat ik deze zomer wat meer vrij af mag van mezelf. Tot nu toe plaats ik bijna elke week een Tusselbroek-familiefilmpje of een ander filmpje. En ik ga proberen om dat ook in de zomervakantie te doen. Maar ik weet dus niet of het gaat lukken. Dus stel, er komt dus een keer op zondag geen Sims-filmpje online. Raak dan niet in paniek en bericht mij helemaal met gekkigheid over. Waar komt er, blijft het filmpje nou? Waarom is hij er niet? Jongens, ook ik wil een beetje vakantie. En ook ik wil graag leuke dingen kunnen doen. Zonder dat ik ook nog moet nadenken. Oh ja, filmpje online, filmpje online, filmpje online. Ja? Dus in principe blijft hetzelfde rooster. Maar er zullen af en toe filmpjes gaan vervallen. Omdat ik dan gewoon geen tijd heb gehad of geen kans heb gehad om één op te nemen. En ik hoop op jullie begrip. Ja, verder heb ik nog wat nieuws. Nou ja, mijn kanaal blijft in principe hetzelfde. In september maak ik weer een nieuw update filmpje. Dan gaat het anders lopen weer. Moet nog even kijken hoe ik dat ga doen vanaf september. Want zoals sommigen van jullie al weten, ik doe nog steeds een opleiding en ik moet nog 1 jaar stage lopen. En dat begint vanaf september. En waarschijnlijk wordt het weer 6 dagen in de week school, stage, werken. Dus dan moet ik even kijken hoe dat met mijn kanaal gaat lopen. Maar daar maak ik dan nog wel een update over. Ook komt de Sims 4 dan uit, dus ook zal ik daar nog wel een videofilmpje over plaatsen. En wat misschien wel leuk is om te weten, is dat sommigen van jullie weten dat ik al teamlid ben bij simsnetwerk.com. En nou, Sims Netwerk wordt gerund door Rosanna, zoals jullie misschien ook wel weten. En ja, ik zal waarschijnlijk na de vakantie ook op haar kanaal filmpjes gaan maken. Dit zal in het Engels zijn, want Sims Netwerk is internationaal, dus Engelse filmpjes.
Dus ik hoop dat jullie dat ook leuk vinden om daar te kijken. En natuurlijk, jongens, jullie vragen me echt bijna elke week: ga je de Sims 4 doen? Ja, jongens, ik ga de Sims 4 doen. Houd mijn Facebookpagina trouwens in de gaten. Houd mijn Twitter in de gaten. Daar komen alle updates op. Daar zal ook op komen te staan of er een filmpje online komt die dag of niet. Ik bedoel, ik heb een mobiel met internet waarin ik wel op Facebook en op Twitter dingetjes kan plaatsen. Dus komt er geen filmpje online, zal dat daar verschijnen. Volg je me daar niet? Doe dat dan even. De linkjes staan hier in de beschrijving. Dus als je denkt, hey, het is zondagavond. Het is 12 uur. Marie, waar blijft nou het filmpje? Want ik wacht er al de hele dag op. Bekijk dan even mijn Facebookpagina of daar wat staat. Als er geen filmpje online komt, zal ik daar een berichtje plaatsen dat het niet gelukt is. Duidelijk voor iedereen? Goed zo. Oké, okay. Ik ben dus met mezelf simmen een beetje aan het zelfsimmen. En volgens mij lul ik een beetje op los. Druk aan het werk, zoals jullie zien. En het werk wat ik hier doe, doe ik ook in het echte leven. Voor de mensen die dat leuk vinden om te weten. Heb ik nog andere dingetjes te vertellen, jongens? Gaan jullie nog wat doen met vakantie? Ik ga niet op vakantie. Ja, er moet gewoon gewerkt worden. Er moet ook schoolgeld betaald worden. Dus ja. En ik moet natuurlijk de Sims 4 kopen. Dus daar moet ik ook nog een beetje geld aan over gaan houden. Zodat ik dat kan kopen. Want ja, als ik geen Sims 4 kan kopen, dan kan ik ook geen filmpjes maken natuurlijk. Ja, ik zit nog een beetje te twijfelen welke editie ik zal doen. De deluxe editie, maar de limited editie, ik weet het nog niet. En willen jullie nou weten? Jongens, Marianne, wat is dat nou voor editie? Kijk dan even op pinguintech.nl. Bij de Sims 4, daar staat precies welke editie wat precies heeft. Makkelijk, hè? Alles is zo makkelijk, jongens. Jullie kunnen het gewoon op Google of ergens anders vinden. Ja. En ja, als de Sims 4 uit is, dan zal ik dus weer een kanaalupdate doen. Hé, een geest. En september komt er dus een kanaalupdate. Er komt nog wel een Sims 4 filmpje over wat ik van plan ben om te gaan doen. Wat ik jullie leuk vinden om te zien. Komt allemaal nog wel online. Ga ik allemaal nog wel opnemen en maken. Maar voor de rest wil ik nu lekker zomervakantie vieren. Lekker aan het werk. En ik hoop dat jullie ook een leuke zomer gaan krijgen. Geniet ervan. Even lekker niet met school bezig. Of met je werk. Of wat je ook al allemaal doet. En dan zien jullie af en toe dus in de vakantie een filmpje online. Soms niet, soms wel. Misschien de hele vakantie wel. Misschien een aantal dagen niet. Ik weet nog niet. Ik kan het nog niet inplannen. Want ik moet vooruit filmen. En als ik niet vooruit film, dan ja, dan lukt het me ook niet. Gaat die geest nou zwemmen? Ja, oké. Okay. Prima. Ja, dat is een beetje wat ik jullie wilde vertellen. En ik hoop dat het dus duidelijk is nu. Volg mij op Facebook en Twitter. En als je het leuk vindt, kijk ook eens een keer op mijn blog. De linkjes staan allemaal in de beschrijving. Die kunnen jullie gewoon allemaal vinden. En ja, dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. Bedankt dat jullie elke week weer naar mijn filmpjes kijken. En dat jullie ze ook leuk blijven vinden. Want ik, ja, ik probeer echt mijn best te doen om ze zo leuk mogelijk te houden. En hey, fijne vakantie. Geniet ervan. Ga leuke dingen doen. Doe niet al te gekke dingen. En maak er wat leuks van. Jongens, fijne vakantie. Doei doei.